Ik zeg altijd, een dag niet gevlogd is een dag niet geleefd. Dus je weet het, als we ooit eens geen vlog online zetten, hoe laat het dan is. Oké, ik geef toe, ik had het ook wel iets vrolijker kunnen starten. Zoals bijvoorbeeld met een goeiemorgen. We hebben gisteren heerlijk geslapen in ons bedje. En deze keer was het nog iets beter dan anders, want het rook zo zalig. We hebben zo van die Melijn slaapspray op ons kussen gespoten. En dat zorgt er gewoon voor dat je nog beter kan slapen dan dat je anders al kan slapen. En dat deed eigenlijk wel heel deugd. Je moet anders maar even naar de vlog van gisteren kijken, naar het einde, om te weten welke spray het was. Het was echt lekker. Vandaag is ons koffie- en theehuisje ook weer geopend. En er zitten wat klanten in de zaak, dus ik ga een beetje stiller zijn, want ik kom dichter bij de zaak. Jolien die staat in de keuken en er is nog iemand die bij ons in de keuken zit. Dag schatje, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens. We hebben vandaag een keukenhulpje. Ja? Ga je een beetje helpen in onze keuken? Nee. Rowan is op bezoek. Ja. Ja, en ook met oma. Ja, maar hij heeft zelf zijn eten bij ze, dus... Ja, ik ga van niks te klaarmaken, hè, schat? Nee. Dat niet, hè. Dag, Johan. Ja, fles groeten, water, overvliegen. Dag, Johan. Kiekeboe. Gezaak, hè? Chauffontein. Kiekeboe. Ik ga beneden niks openmaken, boven staan we van een ijs. Mooi, hè? Iedereen is uit onze zaak vertrokken, behalve Jolien en ik, want wij zijn nu vrij. Ja! De zaak is geworden. En ik heb kort haar! Ja, je haartjes zijn weer terug. Onze kapster is langs geweest ja, en die heeft mijn haar gescoord. Ja, voor jij nog dan toch? Niet voor mij, want ik vond mijn haar nog wel oké zo. Dus... Zo is het goed. Het is goed, hè. Weer lekker kort. En dan moet je dat eens bijhouden bij de vlogs. Hoe lang het duurt vooraleer het weer super lang is. Niet lang. Echt niet lang hoor. Dus als je nu gewoon al 10 vlogs vooruit zou kunnen kijken, dan moet je dat maar even doen en dan zie je gewoon hoe lang het geworden is. Ja, het groeit echt heel erg vlug, hè. Als uw mama bij ons weggaat, dan gaan wij maar naar uw mama. Ja. Hè? Dus zijn we bij mijn mama. Je kan haar maar niet missen, hè. Nee, mijn mama heeft heerlijk lekkere frietjes klaargemaakt. Ja. Met heel gezonde groentjes. Goed, hè. En voor jou ook nog wel een lekker stukje vlees. En mijn veggie vlees, die zit nu in de microgolf, wat we niet te laat. Dus ik ben nog helemaal alleen aan het eten, eigenlijk. Ja. Altijd gezellig, hè, bij je mama. Ik vind direct altijd heel tof. Mijn mama die kan dat ook zo goed. Dus lekker koken, hè, mama. Ja. Ja. Dus dat is wel tof. En ook heel handig, vooral. En bij mijn mama thuis. Is het altijd een gezellige bende. Ja, nee, en momenteel, Tom is hier ook. En hij is heel erg druk bezig hier om mijn babybedje in elkaar te zetten. Hij vergeet zelfs te zeggen, dag vlog. Ja, ga hierop zitten. Dus ik zat even zeggen, dag vlog. Tom is echt druk bezig. Dag vlog. Haha, zeg het toch nog. Ze zijn hier een babybedje in elkaar aan het zetten. Zodat de beide kinderen... hier samen kunnen slapen in de, ja, in de rommelkamer eigenlijk is het een beetje, maar... Het zit niet vast. Maar als we moeten vastzitten met die... Hier heb je ook nog stukjes, dus die stukjes moeten ook nog een keer bij het bedje. En het is hier echt wel een hele bende geworden, want de kinderen hebben echt veel te veel speelgoed. Echt veel te veel. En mannen, lukt het? De laatste vijs wilt ze zich niet trekken. Waar is Tom? Is Tom in het bed? Met de laatste vijs. Tom is aan de achterkant. Ik zie Tom daar niet meer zitten. Oh, die valt niet. Het ziet er wel al goed uit. Het ziet er wel uit als een kinderbed. Dus dat is wel positief, hè? Maar ik heb een boel stabiel natuurlijk. Dus. Kinderbed uit een televisiereeks waar er geen kind in slaapt. De zinnen voor een decor. Jullie zijn wel twee handige Harry's hoor. Zoveel gaatjes trouwens op de bodem, waarom is dat? Voor de lucht. Verluchting. Bedje is niet helemaal in elkaar gekregen. We moeten nog de juiste vijzen hebben daarvoor. En dat komt wel nog in orde. Jan die gaat het allemaal in orde jullie brengen. Jullie kunnen het gewoon niet. Jawel, het bed staat er. Alleen zijn er nog twee vijzen die erin moeten. En die vijzen die gaan er niet meer in, omdat het niet meer is. Ik heb het net ook gezien, de vijs wil er echt gewoon niet in die dat jullie hebben. Dus ja, daarmee moet er nog een nieuwe vijs in. En dan zal het wel goed komen zeker. Ja, daarna moet er nog eens een baby zijn en dan ja. Ja, goed. Zo ongeveer. Tot morgen! Dag, doe duimpjes omhoog! Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.